gewoondoener van het jaar. Daarom had ik in mijn toespraak al een beetje gewezen op moedige mensen. Moedige mensen, want dat is het eigenlijk ook. Mensen die gewoon doen. En we hebben gezegd, we willen dat toch wat meer laten zien. Want die trots die er is, dat mogen we ook wel wat meer uiten en laten zien wat mensen doen in die samenleving. Ik gaf het net al aan. En we hebben heel veel aanmeldingen gekregen. Ik geloof dat we in de 20 mensen hadden die door anderen zijn aangedragen voor dingen die zij doen in het afgelopen jaar voor de samenleving. Uiteindelijk hebben we er 3 genomineerd en die zou ik nu naar voren willen vragen. Dat is Arsenio Wiet uit Delfzijl. Applaus. Ik vraag ook Leen van Praag naar voren, dames en heren. Applaus. En Ruud en Priscilla Pleging, ook jullie wil ik naar voren vragen. Ik vind het inderdaad, het zijn echt kanjes, om nog eens een ander woord weer te gebruiken, in onze samenleving, die we naar voren hebben gevraagd, die ook door een jury uit die 20 personen zijn gehaald. En de jury bestond onder andere uit Arend Hofsink van het Ondernemersstandpunt, Arthur Bouwmeester van de Stuw, Anja Dalhuis, zangeres, zij laat zich verontschuldigen, zij moest nog oefenen vanavond, hebben we net gehoord, en Harald Drent van de dansschool Drent uit Delfzijl. Mensen die ook in die samenleving acteren en die hebben een selectie gemaakt, daar zijn deze 3 genomineerden uit voortgekomen. Arsenio, genomineerd omdat jij eigenlijk al veel jaren wat doet. Ik moet daar direct wat bij zeggen. Nee, daar kom ik straks op. Dat doe ik nog niet. Wat ik zag, ik had ook de krant gelezen vanochtend, maar dat doe ik straks wel. Arsenio heeft Delfzijl natuurlijk in 2014 georganiseerd. Een hele mooie manifestatie in de Kotermeerstal bij Delfzijl. Samen met heel veel andere organisaties. Maar je hebt een 100-tal vrijwilligers inmiddels in je omgeving weten te organiseren, te enthousiasmeren moet ik zeggen, om allerlei activiteiten te organiseren in en rond Delfzijl. Maar Delfzijl natuurlijk, het afgelopen jaar was echt een fantastisch evenement. Ik geloof meer dan 10.000 mensen zijn erop afgekomen. Tweede Pinksterdag en het krijgt een vervolg. Geweldig wat je hebt gedaan. Nogmaals een applaus voor Arsenio. Die zijn alvast voor jou, Arsenio. Leen, als jij even ertussenin wilt gaan staan, want het is volledig willekeurig allemaal, je kunt hier niks uit afleiden. Leen van Praag, jij bent zonder werk komen te zitten, arbeidsongeschikt geraakt, volgens mij een aantal jaren geleden al. Maar jij bent iemand die heeft gezegd, ik ga niet bij de pakken neerzitten, ik wil mij zinvol maken. Ook voor de samenleving, ik wil wat doen. Gewoon doen, zou Mark van der Veer ook zeggen. En dat heb je gedaan. Je bent in de ICT werkzaam geweest, je hebt daar kennis van. En je hebt gezegd van, ik zie dat senioren, ouderen problemen hebben om met die nieuwe wereld, die ik net ook al noemde, om te gaan. En ik ga ouderen helpen, senioren helpen, om hun wegwijs te maken met computers. Met het internet, tablets, noem maar op. En volgens mij heb je inmiddels al meer dan 1800 senioren in onze gemeente geholpen. Die heb jij toegang gegeven tot een nieuwe wereld eigenlijk. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder, dames en heren. Applaus. Alsjeblieft. Ruud en Priscilla, ja, ik kom even bij jullie, want ik heb jullie het afgelopen jaar een keer ontmoet. En toen was ik al heel erg onder de indruk van jullie verhaal, want dit is heel bijzonder, dames en heren. Ruud en Priscilla, jullie komen van oorsprong uit Den Haag, volgens mij. Jullie gingen altijd op vakantie naar, waar anders dan naar Hardenberg. Op de zandstuven, volgens mij. Jullie vertelden een verhaal dat je dat al jarenlang deed. En dat als je aan het eind van de vakantie weer terugging naar Den Haag, dat je eigenlijk een beetje een weemoedig gevoel kreeg van, nou, we moeten weer terug naar de Randstad. Terwijl, en dat zegt niks over jullie familie trouwens, maar jullie familie woont daar wel. En jullie hebben een goede band met de familie, dus daar kunt u niks uit afleiden. Maar het gevoel hier was gewoon heel erg goed. Jullie voelden je heel erg thuis hier. En jullie hebben het besluit genomen, anderhalf jaar, 2 jaar geleden? 2010, 5 jaar geleden. Besluit genomen om je definitief te vestigen in Hardenberg. Maar dan kom je hier, uit Den Haag. Nee, ik heb overigens ooit de omgekeerde beweging gemaakt, vanuit het noorden naar Den Haag toe. Maar dan kom je dus in de Hardenberg en je kent eigenlijk niemand. Maar jullie hebben werk gezocht, jij werkt op de zandstuven. Nu niet meer, maar dan heb je wel gewerkt inderdaad.
En jullie hebben gezegd, we wonen hier, we hebben het ontzettend naar ons zin hier, maar we willen ook meer doen. We willen iets doen voor de samenleving. En jullie hebben van de zomer, en in het voortraject hebben we daar al een gesprek over gehad, dat jullie sponsoren zochten en een netwerk zochten. Jullie hebben van de zomer voor de eerste keer een jeugdkamp voor jongeren georganiseerd in de gemeente Hardenberg, die het niet al te breed hebben. Of in ieder geval uit een gezin komen die het niet al te breed hebben. Ja, onderdeel ook daarvan. En dat kamp is een heel groot succes geweest. En dat is eigenlijk heel geweldig wat jullie hebben gedaan. Je inzetten, jongeren meenemen, een week lang gewoon dingen doen. Nu zeg ik het zelf weer, gewoon doen, hè. Maar je doet het wel. En dat is ook fantastisch, dames en heren. Dus groot applaus. Van harte gefeliciteerd. Nou was het voor de jury, beste mensen, eigenlijk een onmogelijke opgave. Dat gold al voor die grote hoeveelheid mensen, maar we hadden wel de criteria dat we zeiden, het moeten mensen zijn die in de gemeente Hardenberg wonen en die in 2014 iets bijzonders hebben gedaan. Iets nieuws, iets innovatiefs, iets vernieuwends. Iets wat nog niet eerder is geweest, maar wat gelijk toch heel veel mensen voor heel veel mensen iets heeft betekend. En we hadden alle drie de winnaar kunnen maken, zonder meer. Maar ja, we moeten toch een keuze maken. We hebben gezegd, er moet één iemand, één persoon of een paar personen moeten daar boven uitstijgen. We willen toch één iemand als symbool maken voor de gewoondoener van het jaar. Ja, je zult die term maar met je meedragen vanaf vanavond. Maar de gewoondoener van het jaar ga ik nu bekendmaken. Die zit in een hele mooie doos. Even kijken, ja. Moet ik hem even op de goede manier pakken. Ik moet de kaarten nu ook heel dicht voor de borst houden, merk ik wel. Dit is, dames en heren, de award. Hardenberg, de kracht van gewoon doen. En die ga ik uitreiken, dames en heren. En ik had hem aan alle drie, of naar alle vier, wel graag willen geven. Maar er is één iemand die hem krijgt. Als het meest innovatieve, vernieuwende en gelijktijdig ook een heel grote groep mensen heeft aangesproken. En dat is diegene die morgen in de Telegraaf staat met Wiet wint in Hardenberg. Oh. Dat zal voor jou. Nu was het mooie, dames en heren, daar wou ik al over beginnen. Vanochtend las ik in de krant of op het internet zag ik dat je ook al ereburger bent geworden van Kloetendonk. Kloetendonk, ja. En dat is de carnavalsvereniging uit Dedemsvaart, beste mensen. Dus jouw talent wordt ook in de carnavalswereld al onderkend. Maar ik vind het fantastisch dat jij die prijs hebt gewonnen. Ik wil je ook heel veel succes, heel veel plezier wensen. Ik weet hoe je vrijwilligers allemaal enthousiasmeert en motiveert. Mensen vinden het leuk om met jou samen te werken. En ik wil je daar heel veel succes bij wensen. Dankjewel. Dames en heren, van Samio, maar ook alleen Priscilla en Ruud. Een grandioos applaus. Zullen we even samen gaan staan? Kom erbij. Ja, Sario, super gefeliciteerd. Hey, dankjewel Alfred. Machtig mooi hoor, echt waar. Ja, dankjewel, ja. Dankjewel. Het is verdiend. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel dat je op me hebt gestemd. Ja. nee, dit is hartstikke mooi. Dankjewel. Ja. En zo zetten we met z'n allen Dedemsvaart op de kaart en nog meer. En de gemeente Hardenberg natuurlijk. Daar zijn we trots op. Dankjewel. Mooi. Fijne avond, man. Geniet ervan, hè? Ja, waar zijn jullie tweede Pinksterdag? Dedemsvaart natuurlijk!